What did I tell you? What did I tell you? Bij mij staan twee winnaars van een partij die zojuist gespeeld is, Senna en Rachel. Wat vonden jullie van jullie eigen partij? Ja, ik heb er twee moeten doen. En ja, ik vond het wel leuk. Het ging goed, dus uitslag is goed. Ja, als ik zie wat je daar om je middel hebt, dan moet het wel goed gegaan zijn. Ja, zeker. Ging heel goed. En Rachel, jij ook gewonnen? Ja, ik moest één partij. Ik stond gelijk in de finale. En een heerlijke partij. Echt lekkere, lompe boerinnenpartij. Dus love it. Echt helemaal geweldig. En wie was je tegenstander? Melanie Fluiter. Ook een Nederlandse? Veel buitenlanders hier? Redelijk. Op zich, ja. Voor Almelo denk ik wel. Wat vind je van het toernooi tot nog toe? Ja, het was heel spannend en het is eigenlijk nog niet zo heel lang bezig, maar heel fijn toernooi. Wat mij zo verbaast, waarom kiest een mooie vrouw van jullie leeftijd voor kickboksen? Ja, dat is een goede vraag. Hoe kom je in de wereld van kickboksen? Via. Ik kom eigenlijk van paardrijden vandaan. En toch gekozen voor kickbox. Ja, ja. Ja, dat is het. Ik denk een beetje hetzelfde. En Rachel? Ja, ik kwam vanuit de korfbalwereld. En ja, toen eigenlijk voor zelfverdediging op kickbox gegaan. En nu is het mijn passie en mijn liefde en heel mijn leven eigenlijk. Ja, alles draait erom. En er wordt niet meer geen korfbal? Nee, zeker niet. Nee, kickbox is mijn werk en mijn passie, mijn sport, alles. Hoe vaak trainen jullie in de week? Zeven keer in de week. Heb je daar tijd voor? Want je hebt natuurlijk ook een studie. Ja, dat klopt. Ja, we maken er tijd voor, dus dat moet goed komen. Ja. En vriendjes? Nee. Hebben we geen tijd voor. Daar hebben we geen tijd voor. Nee, maar je bent alleen maar met je sport bezig. Ja, daarom. Alleen maar met mijn sport bezig. Vandaag de Europese kampioenschappen. Hoe ziet jullie programma er verder uit? Doortrainen. Veel meer pels binnenhalen.